Als je een compressor hebt, zet deze op 6 bar en gebruik 8 mm nietjes. Neem de mate van de rugleuning zoals bij de zitting. Knip de stof in een rechthoek uit. Omdat de rugleuning licht gebogen is, begin je in het midden met ophechtnietjes. Als je aan de zijkant begint, blijft de stof openstaan. Je zal eerst wat rimpels krijgen, dan wrijf je de stof naar de zijkant en zet vast met een ophechtnietje. Weg zijn de rimpels. Zet de hoeken vast zoals ik je laat zien. De punt van de stof trek je naar het midden. Knip de stof tot aan het nietje. Vouw de stof naar binnen en zet vast. Dan zet je de stof vanuit het midden richting het nietje vast. Geen paniek, aan het einde van de video volgen nog meer duidelijke foto's over de hoeken. De zitting. Markeer het midden van de zitting. Markeer het midden van de rechthoek van de stof. De vleug. Leg de stof op de zitting. Maak vast vanuit het midden met ophechtnietjes. Dit is een ophechtnietje. 1 pootje in het hout. Doe dit aan alle kanten. De hoeken als laatste. En zoals beloofd, een close-up van de hoeken. Deze foto's spreken voor zich. Verwijder de overtollige stof. Keer je zitting om. Happy? Vervang dan de ophechtnietjes door de definitieve nietjes. Verwijder de overtollige stof. Dek af met een pp-doek. Ik hoop dat deze video nuttig voor je is. Tot snel weer op stoffensteen.nl. Maya.